Dit papier hangt bij de ingang van iedere flat. Ga niet je balkon op. Het laat aan duidelijkheid niets te wensen over. En als mensen het toch doen, is het voor eigen risico. Ondertussen heeft Wonen Breeburg overal hekken geplaatst. En de komende 2 weken gaan ze alle balkons, alle 300, gaan ze stutten. Ja, de bewoners zijn uiteraard door dit nieuws behoorlijk geschrokken. Beetje angstig. Waarom angstig? Ja, als er toevallig wat gebeurt. Wat er ook al verteld werd, ja, ze kunnen ook zonder dat je erop staat naar beneden gaan, vallen. Dus dan heb ik het er niet op. Kom maar op. Je stapt gewoon het balkon op? Ja, ja. Maar dat mag niet meer, hè? Nee, dat mag niet meer. Maar anders kan ik het jullie niet laten zien, hè? U vindt het niet eng, dit? Nee. Kijk, vandaar tot hier, zeg maar. Wat vindt u van de staat van de flats? Slecht onderhouden. Heel slecht onderhouden, ja. We zouden daar beneden ook een hele nieuwe ding zouden krijgen, een nieuwe brievenbus zitten. Maar daar wordt niks aan gedaan, dus dat is... Dat vind ik wel jammer, dat zijn best mooie flatjes uiteindelijk. Wonen Breeburg gaat groot onderhoud plegen aan de flats. Bij een onderzoek kwamen ze erachter dat er verborgen gebreken zaten in de balkons. Er was volgens de woningstichting tot nu toe geen gevaar voor bewoners. Nee, laat ik zo zeggen, wanneer precies de 100% veiligheid in het geding was. Hè, want als we het eerder hadden vastgesteld, dan hadden we eerder aan de bel getrokken. Maar wat ik zei, er is geen acuut gevaar. Hè. De kans dat een balkon naar beneden stort is niet groot. En dat was de jaren hiervoor ook niet het geval. Wonen Breeburg gaat de balkons nu met palen stutten, zodat bewoners er weer veilig op kunnen. Hoe de woningstichting de balkons definitief weer veilig maakt, dat weet ze nog niet.